Hey, what's up? Jer Army. Het is weer een mooie dag. Jullie wilden allemaal dat ik deze aflevering Brugklas ging checken. Dus weet je, laten we het nou maar gewoon doen, weet je. We zijn al op het YouTube-kanaal weer van Brugklas. We hebben al deze mooie koppies op de thumbnail. Kijk dit mooie koppie nou. Deze, zie je? Een lekkere koppetje van onze goede vriend. Hé! Yeah. Hey! Wat doe jij hier nou, ja, joh? Ik kom zo, ik kom hier vandaan. Oh, kan ik nu iedereen oproepen die hierop staat of zo? Ja, kijk ja, nou, ja. Lekker koppetje van Nolan. We zijn hier vandaag met Vincent, oftewel Jesse in de serie. Waarom kom je er niet meer zo vaak in voor als eerst? Nou, ik heb echt de afgelopen 3 afleveringen gekeken. Je zat er volgens mij niet in. Na de winterstop kom ik heel... Oh, trouwens, de winterstop is al Ja, die is al klaar. En ik heb je nog maar 1 keer gezien. Er komen echt veel leuker aan. Waar je ook wel reageert. Ja, shit, man. Ik heb gespoild gekregen van heel veel kijkers dat dit een best wel heftige aflevering gaat worden. Ik dacht, ik haal de expert erbij. Kan die soms eventjes wat ins en outs bijbrengen aan ons? Hij weet natuurlijk alles. Doe eventjes die belachelijke mandana van je hoofd af. Zo kennen we je natuurlijk niet. Hey Jesse, wat doe jij hier nou, joh? We gaan de aflevering update week 12 van Brugklas kijken. Dat is wel een mooie aflevering, toch? Ja, ik denk het wel heel veel... sensatie. Hij is maar 6 minuutjes. Zo kan ik toch geen degelijke video maken over deze serie. Ik ga nu bellen. Hey, wow, wie is dat? Zo, maar hij is echt ook al 200.000 keer bekeken. Daar zijn we weer. Oh. Dit was echt een hele rare week. Ja, ik kan hier niet zoveel over zeggen. Hij is zo verdrietig. Hij doet nu al verdrietig. Oh, ik weet niet wat er zo goed aan de hand is. Ik denk niet lullig, toch? Nee. Nou, okay. Maar kijk, doe alsof ik er niet ben, hè. Maar ik kan gewoon niet te veel zeggen. Snap je wat ik bedoel? Ik kan niet zeggen van... Nee, maar Milan, godverdomme. Tuurlijk kan het wel. Laten we maar gewoon bij het begin beginnen. Steef ging voetballen. Wow! Zo! Wat doet ze? Waarom doet ze dat nou? Die guy. Meneer Nick Rozen. Hij heet Max. Dit is toch een echte week op het Koning Juliana College. Nee, Koning Willem-Alexander College. Ja, en de camera's zijn overal bij. Nu zeg je dat het dus een acteur is. Je hebt het gespoilerd. Wat de hel, man. Het is dus allemaal niet echt. Oh, wat is dit nou weer? Ik vind dit niet normaal. Kan je misschien 5 minuten rustig doen zonder iemand aan te vallen met je lomp gedrag? Sorry. Zo. Vind je het niet een beetje gek dat de beste voetballer van een school haar 2 beste vriendinnen uitkiest om mee in een team te voetballen? Wel een beetje idioot, hè? Het gaat ook over voetbal! Heel veel afleveringen ken ik ook gewoon niet, hè? Nee. Nee, echt niet. Ja, maar omdat je er niet bij was, natuurlijk. En je kijkt het zelf ook niet terug of zo. Nee, echt niet. Neem ik aan. Als ze gaan een potje paaltjes voetbal doen. Maar als ik win, word je de slaaf van het team. Oh! De slaaf van het team, dat betekent water dragen. Oh, echt? Maar ze deed ook niks. Ik vind het met winsten. Je was echt heel goed. Oh, dit vind ik nou sportief. Ja. Ik vind het goed dat ze dit erin doen. Dit vind ik echt goed. Ja, want dan laat ze aan de kinderen zien dat het gaat om sportiviteit, jongens. En niet om... Ze werd keihard geklaard en meteen was het... Je bent echt heel goed gedaan. Je pakt een deel. Het toernooi begint dit weekend, dus dat betekent dat we vanaf nu elke dag naar school trainen. Oh, ze zijn ineens vrienden. Wat gebeurt er dan met Ebru? Want zij zijn ook vriendinnen met Ebru. Je kan natuurlijk niet meer met vriendinnen. Ja, maar Ebru kan niet voetballen, denk ik. Dus zij mag niet meedoen met het toernooi. Ja, maar je kan maar 1 vriendin hebben. Dus ze moet eigenlijk gewoon kiezen, Ebru of haar. Met haar ben je niet op schoolkamp geweest. Nee, en met Ebru heb ik gewoon... Maar waar komt zij dan ineens vandaan? Dat weet ik niet. Ineens is zij er. Maar wat me echt verbaast is dat Ebru dus weer met een hoofddoek naar school kwam. Oh, Ebru. En dat komt omdat ik me meer wil bezighouden met mijn geloof. Volgens mij wil je gewoon een beetje kijken hoeveel aandacht dit oplevert. Dat kan je niet zeggen. Ze maken gewoon van geloof. Maken ze nu gewoon een grap. Ja, maar kijk, ze wordt op aangesproken. Ja. Ik wil dat we hier op school tolerant zijn. Ja. En dat we respect voor elkaar hebben. Vind ik ook. Sorry voor wat ik zei. Waar komt zij ook ineens van? Ik heb haar echt ook nog nooit gezien. Kijk, Koning Willem-Alexander is een school. Daar mag je gewoon voor 1 dag heen. Daar doen ze niet aan vaste leerlingen. Ze hebben meerdere scholen. En ze hebben 5 scholen in Nederland. Uh-huh. En dan om de maand komen er nieuwe kinderen gewoon op een andere school. Die moeten dan ineens gewoon wisselen. Omdat je dan goed contact houdt met de andere medeleerlingen. Oké, leuk dat maar je even de serie beschermt zo op deze manier. Ik word nooit uitgezonden. Kijk eens aan, Steven. Hoofddoek op vandaag. Hey, beste moeder. Wil je de reden echt weten? Ja, eigenlijk wel. Iedereen uit mijn familie draagt een hoofddoek van de meisjes. Op eentje na. Ik dus. En ik heb geen zin om constant weer gezeik te horen van mijn ouders dat ik het niet draag. Kijk eens, mooi. Oh, zijn ze die 2 mei de weerkaart te spelen? Ik wil je bedanken, want wat je voor mij hebt gedaan, je hebt me echt gewoon gered vandaag. Snap je nu wat ik bedoel? Nee, ik begrijp het niet. Het ging echt een beetje te snel. Okay, zij weet niet dat Ebru geen hoofddoek draagt op school. Oh, en ze doet hem af op school? Oh, ja. Echt? Serieus? Ja, en daarom ging dus die meiden die foto weghalen waar ze zonder hoofddoek op stond. Oké, kijk.
We gaan aankomende vakantie, gaan we 4 dagen naar Praag. Ik heb meegedaan met de prijsvraag en de prijs was een jaartje high school in Amerika. Je gaat echt een jaar weg. Maar hij gaat naar Amerika. Ja. Doe het gewoon goed, ja? Oh, ik ben je super dankbaar. Echt waar. Rot toch op, man. Wil je even met me meekomen? Wat dan? Ramzi heeft een ongeluk gehad. Oh, Ramzi heeft een ongeluk gehad. Hij ligt in het ziekenhuis, maar hij heeft een flinke klap gemaakt. Waarom zegt ze dat op deze manier ook? Ze wil het stil zeggen en ineens de hele klas... Oh gast, dat is je beste vriend, grap. Hij ligt in het ziekenhuis. Het komt goed, het komt goed. Hij heeft een gebroken been en een paar kneuzingen. Waarom ze loopt hij niet mee? Ze zeggen dat hij geluk heeft gehad. Waarom is de directrice daar? Oh, dat weet je wel. Je weet toch wat? Dat is de moeder van haar. Oh, echt? Ik had geen idee. Nee, dit kan echt niet. Nee, dit is de moeder van Bo. Dat wist ik echt niet. Dat is echt even niet, daarom niet daarom duidelijk. Zei dus, daarom zei Ramzi net van, wie weet het nog meer, zei Bo. En Ramzi zo, je moeder. Dat is best wel kut voor Ramzi, want die heeft dan elke keer problemen met de rector. Dat is gewoon zijn schoonmoeder. Ja, hoe kut is dat? Ja. Kennelijk is er iets heel ergs misgegaan. Ze zeggen dat Ramzi hersendood is. Dan ben je niet dood, maar je wordt ook nooit meer wat. De kinderen moeten op een dag afscheid nemen van jou. Zielig voor die vader, man. En niet andersom. Ik begrijp gewoon niet. Waarom lach je? Waarom ga je lachen? Waarom lachen? Ineens komt hij voor de camera. Ik doe het gewoon niet. Ja. Ik weet niet, sorry. Ik moest even lachen, oké? Okay? Dan wordt gewoon weer wakker. Nee, ik ben hier weg. Ik heb hier echt niks mee te maken. We hebben dit opgenomen. Het was in een echt een filmziekenhuis. Het was ook echt een ziekenhuis voor films en zo. We hebben vandaag alle lessen voor de onderbouw gestaakt. En wie naar huis wilde gaan, die mocht naar huis maken. Ouwe, ze hebben dan nu alle lessen gestaakt omdat Ramzi hersendood is. Maar ze willen niet eens de lessen staken als niemand naar school kan komen of zo, weet je wel. We hebben wel eens gehad, dan was er bijvoorbeeld staking bij de NS. En je kon gewoon niet op school komen als je niet in Rotterdam woonde. Maar iedereen kreeg absentie, zeg maar. Terwijl niemand naar school kon. Maar oké, dit is special occasion. Ja, special occasion. Ik wil gewoon sneeuwvrij, dat is eigenlijk wat ik gewoon wil. Ook al zit ik al 2 jaar niet meer bij op school. Bij ons was dat op school, dan lag heel veel sneeuw, nou was er van, nee, het moet meer zijn dan zoveel centimeter. Je moet minimaal ingesneeuwd zijn in je huis en er niet meer uit kunnen. Ja, elk jaar, als bijvoorbeeld ze zeggen van 30 centimeter, lag een keer 30. Nee, het moet 40 zijn. Ja. En daarom hebben we de Rode Zaal ingericht als herdenkingsruimte. Ja, oh, maar hij is nu echt dood. Wie is dat nou weer? Wat, is er weer iemand? Oh, daar sta jij. Ramzi is hersendood. Dat is heel wat anders dan dood. Zijn lichaam doet het gewoon nog. Alleen... zijn hersenen maar... niet. Jongens en meisjes, het spijt me vreselijk om te moeten vertellen dat Ramzi op dit moment door machines in leven wordt gehouden. En dat zijn familie daarom heeft besloten om vanmiddag afscheid van hem te nemen. En dat betekent dat Ramzi... Ze hebben nu al gaat gewoon dood. De laatste keer dat ik hem zag, zei ik dat ik blij was dat hij een jaar weg zou gaan en... Daar heeft ze nu altijd spijt van. Maar ik zie jou helemaal nergens janken. Nee, omdat, kijk, het ging echt over hun. We waren vriendinnen en zo. En hoe heftig het ook is, ik wil wel afscheid van hem nemen. Het is bijna 2:30 en leerlingen... staan op zo'n vuurkorfje. Ja, maar weet je waarom? Om 2:30 gaat de stekker eruit. Ja, dus dat hadden ze gezegd. Ze wachten op het schoolplein tot het 2:30 is. Snap je? Oh, oké. Okay. Zo van, en dan is het 2:30 en is zo van... En dan ga je niet zo om dat kampvuur zijn. Eigenlijk puur omdat Ramzi niet meer in brugklas wilde spelen. Hé hey man, ik heb echt geen zin meer. Kun je me eruit schrijven? Alsjeblieft, haal me hier weg. Ga jij ook nog op een tragische manier eruit? Dat weet ik niet. Jij gaat gewoon naar de derde en dan kom je nooit meer erin. Samengekomen om hun beste herinneringen over Ramzi te delen. De beste herinneringen delen. Nou, weet je nog toen Ramzi bij de rector zat? Weten jullie dat nog? En weten jullie nog al die keren dat Ramzi gewoon vals beschuldigd werd van dingen die hij niet gedaan had? Weet je nog toen hij moest vegen? Het is gewoon bizar dat je weet dat hij er zo meteen echt niet meer is. Ramzi die luistert altijd naar muziek als hij zich niet goed voelde. Dat is wat ik nu ook wil gaan doen. Oh, dat is het. Oh, maar daar ligt hij. Maar kom jij hier ook nog, of niet? Nee. Oh, jij gaat hem niet opzoeken. Niet zeggen, maar... Nee, ik ben nog een brugger, ik kan het niet aan. Zit je nou in de tweede of niet? Nee, ik zit in de eerste, maar... Hoe dan? Maar kijk, dan ben je wel blijven zitten. Ja, maar het is niet verteld dat ik ben blijven zitten. Bij hem is echt verteld dat hij bleef zitten. Omdat voor hem is het al 3e jaar, voor mij is het 2e jaar. En als stel, ik ga volgend jaar nog een brugklas doen, dan zeggen ze waarschijnlijk aan het begin van... Jesse is weer vrolijk op school en is blijven zitten omdat hij te dom is. Maar Bodie heeft nog geen één keer normaal afscheid kunnen nemen. Maar hij lag hier ook echt. Waarschijnlijk lag hij echt zo... Nee, waarschijnlijk lag hij echt dat hij zo lachte. Ja. Dat hij zo lacht. En dat hun lach niet konden inhouden. Ja. Oh, maar dat was het alweer. Gewoon een zielige aflevering. Ik heb wel 2 keer moeten huilen, denk ik. Ja. Ik had ook eigenlijk wel een comment verwacht onder de brugklas Instagram foto. Dat je had gezegd van bijvoorbeeld... Waarom? Dus als hij dood is...
Dan betekent het dus dat hij stopt met brugklas. Nou, het is, ja, het komt goed, man. Komt goed. Vond je dit een leuke video? Ja, dan mag je dat belonen met een duimpje omhoog, zoals Don dat altijd zegt. En vind jij Vincent nou leuk? Weet je, hij speelt hierin. Je kan ook abonneren op zijn YouTube-kanaal. Het kan. We hebben nog een video met hem gemaakt, maar die komt waarschijnlijk pas over een jaar online. Ja, die hebben misschien wel gelijk. Ja. Hey, bedankt voor het kijken. Check deze twee filmpjes naast mij nog eventjes als je verder wilt checken. Zie je de volgende keer weer. Hey, doe je, hè? Hey, doe je. Mij niet. Niet te veel huilen. Oh, ja.